Florence. Oh, man. Florence and the Machine? Oh, get a man. Nico! Oh, Florence and the Machine. Oh, nee, Nico. Doe dat niet. Wat is het dan verkeerd? Oh, nee. Dag allemaal, welkom bij een nieuw seizoen van Turkvlucht. De Champions League ervaring behind the scenes, achter de schermen, die krijgt u hier. En waar kunnen we dan beter beginnen dan in Jan Breydel? Want Club Brugge begon zijn Champions League campagne met een zege tegen Leverkusen. De ene bal na de andere, Hudson-Odoi gooit er weer een gevaar. Leverkusen, Barat is ziek, die het doet denk ik. Buitenspel. Ja, Gert, de conclusie, de Champions League is een kwestie van 2 centimeter. Ja, dat is zeker waar. Ja, die 2 centimeter maken wel een hemelsbreed verschil. Omdat 3 punters pakken in de Champions League, dat is gewoon niet simpel. De club heeft dat gedaan. Dankzij die 2 centimeter inderdaad. Dankzij weer een hele goede mail. Willen we dan nog voor de verandering eens onderstrepen? Want morgen gaat het overal gaan. Terecht over Silla. Silla figuur, toffe jongen, 19 jaar, doelpunt gemaakt. Zeer sterke wedstrijd. Maar zonder die redding van Mignolet in het begin al en ook nog op het einde. Nee, dat is we gaan dat toch nog eens onderstrepen. Ja, het is niet omdat ik een doelman ben. Nee, dat mag zeker. Ja. Bal voor Diaby is een goeie hoor. En nog eens trappen Diaby en de paal en Mignolet. Het is toch Loosek die trapt. En Mignolet moet hem toch pakken. Verrassend hoor. Mignolet er goed bij. 1 kan volstaan. Met Skof Olsen. Verlengd, ja. Hij de goal. Ja, Silla. Ook dat doet hij. Ook dat doet hij. Ineens is het edel voor Club Brugge. Moet Club Brugge nu al een beetje ambitieuzer worden of kalm blijven? Ja, kalm blijven. De les van vorig jaar in het achterhoofd. Ja, natuurlijk. Nee, dat betekent niks. Je maakt 1 goal, maar dat is de flater van hun keeper. Voor de rest heb je ook niks. Zelf gecreëerd. Geen enkele kans zijn. Voilà. Zo is het. Voilà. Volgende keer ben je Porto tegen Club Brugge. Frankie van der Elst, waar zijn we hier? We zijn in Glasgow. We gaan nu vertrekken naar de wedstrijd Celtic-Real. Wij zijn hier nog nooit geweest. Jij wel, dus jij gaat ons rondleiden. Als je me volgt, gaat dat helemaal goed komen. Europa Cup gewonnen in Lissabon in 1967. Absolute topkeer geweest, hè, Nicola? De laatste jaren natuurlijk een beetje sportief wat afgegleden, maar dat is een immense club. Hè. Dat voel je wel als je hier aankomt, als je het ziet. En dan gaan we straks ook nog eens mee. Frankie, Real Madrid heeft met 0-3 gewonnen op bezoek bij Celtic. Maar de sfeer waar jij me over had verteld vooraf, het was weer indrukwekkend. Ja, daar hebben we zeker wel voor een groot stuk gezien. Het begin van de wedstrijd was goed van Celtic. En dan gaat dat publiek daar volledig in mee. En vooral, Frankie, you'll never walk alone. Liverpool is indrukwekkend. Maar vandaag heb ik gewoon gezwegen, Frankie. Ja, maar dit is mooi. Ze beginnen eerst met een clublied. Wat indrukwekkend is, en dan onmiddellijk You Never Walk Alone erachter. Ja, 60.000 sjaals zie je, denk ik. Het is immens. Iedereen zingt mee. Het is een held, het is luid, want het geluid blijft ongelooflijk hangen in het geweldige stadion. Dus dat is, dat is gewoon, ik zou overdrijven. Of misschien overdrijf ik als ik zeg, dat alleen al is de verplaatsing waard. Ik denk dat hij heel erg tevreden zal zijn met wat hij om te beginnen al aan tijd heeft gekregen vandaag van Ancelotti. Maar ook uiteindelijk toch het aandeel dat hij heeft gehad in het resultaat. Dus dat is heel lang geleden dat hij dat allemaal heeft kunnen tonen voor Real. Dus ik denk wat dat betreft een goede avond voor Eden Hazard.
Peter van den Bent en Gert Verheijen, die zagen dinsdag ook de vedetten van PSG aan het werk. En onze mannen die hebben daar in Parijs helaas iets opmerkelijks vastgesteld. Neymar wint hem op voor Mbappé. Eerste kans en goal! De kop is er wel af! Kylian Mbappé! Neymar Mbappé! Verratti, ja, doet hij goed hoor. Bal meenemen, heel slim. Hakimi op Mbappé! Oh, wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Ja. Gaat jij het zeggen of niet? Nee, geen. Ja, je krijgt dan weer over mij. Ah ja, dat is het niet uit. Het is uur. Bon. We hebben slecht nieuws. We hebben slecht nieuws, maar... We hebben het gisteren toch gezien met eigen ogen. Ja, dus we gaan het zeggen. Messi moet eruit. Ja. Als PSG de Champions League wil winnen, moet Messi eruit. Zegt jij waarom? Gert? Jij zit dan allemaal eens. De reden is eigenlijk heel simpel. Eén van de drie is te veel. Drie is te veel. Zelfs tegen de bejaarden van jullie. Voilà. Dus je moet er één uithalen van die drie. En sorry, hij is de minste van de drie. We moeten het zeggen zoals dat is. Hij mag wel nog spelen in de groepsfase, maar het gaat over, wij zijn al verder, wij denken. Nou ja, wij denken vooruit. Dat is de conclusie van een avondje een dagritje. We wachten juist nog op het onderhoud met Altier om deze boodschap over te brengen. Nee, ik heb niks gedaan. Klopt. Dit seizoen hebben we weer onze jaarlijkse pronostiek. Hopelijk zonder pak slaag voor mij van Wesley Song, zoals vorig seizoen. Ik heb gekozen, mannen, voor Real Madrid. En de winnaar van de Champions League 22-23 is Manchester City. Manchester City. Man City. Manchester City. Manchester City. Frankie, voor wie heb jij gekozen? Wie wint voor de Champions League? Manchester City. Dat is gemakkelijk, hè? Wow, kom op dan. Geen discussie. PSG wint dit jaar de Champions League. Mijn favoriet dit jaar voor de Champions League is Barcelona. FC Bayern München. En Nicola, als je met dit jaar uitlacht, dan weet je wat je te wachten staat. Maar... Thibaut, nee, ik heb niks gedaan. Klopt.